Samen blijven. Achtervolgend te voet. Ja, dat denk ik niet, ter maat uitstappen. Of in ieder geval staan blijven. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elder Speedy War and More. En vandaag, zoals gezegd, een paar dagen terug bij de motorvideo met deze Volkswagen T6 gemaakt door Team MH. Shout out naar hun. Ja, ik had even stress, want ik had dus echt de gedachte om toen ik de motor hier parkeerde, meteen in te stappen in de T6. Maar Elder Speedy War deed het niet. Nou, oké, kan gebeuren. Even opnieuw opstarten, deed het nog niet. Toch raar. Opnieuw opstarten, deed het weer niet. Nou, wat plugins opnieuw erin gesleept en wat teruggesleept en vervangen deed het nog niet. Vervolgens, ja, hij bleef het niet doen. What the fuck is dit, joh? Dus uiteindelijk heb ik het vandaag dan toevallig weten te fixen en vraag me niet meer hoe. Dat weet ik dus ook niet meer. Met de albo.com. Ik was er eigenlijk al redelijk snel achter dat het door Albo lag. De Albo Mods, Albo, de Traffic Police, dit dingetje. Arrest manager, dat soort dingen allemaal. En die heb ik allemaal vervangen en toen deed hij het niet. Met de albo.com heb ik toen vervangen en toen deed hij het gelukkig. Dit is in ieder geval onze T6. Oranje zit er ook op. En stop voor. En volgen zit er niet op. Groen zit erop, maar dat moet je doen door middel van een extra via component menu of zoiets. En zoeklicht zit er ook niet op. In ieder geval laten we de straat op gaan. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Het is in ieder geval een ochtenddienst. We zijn inmiddels al bijna in het daglicht. In ieder geval het zonlicht, zullen we maar even noemen. En we gaan kijken wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Zijn we trouwens ingemeld? Jazeker. We hebben een rijden om invloed. Iemand op vakantie, of vakantie wil ik zeggen. Iemand is lekker op stap geweest, maar besloot daarna toch met zijn auto te gaan rijden. Ja, en dat is niet zo handig. Hij gaat er inmiddels al vandoor. Hij is al... Ik moet even opletten, want hij... En hij, bedoel ik, het busje wil nog wel eens een beetje omkiepen als we een scherpe bocht maken. Oh, dit is een niet cool blue busje, hè? Hoi, stop even uit, kom hier. No, wait up. Luister, blijf even staan. Je bent aangehouden voor rijden en invloed. Omdraai je hand op je rug doen. En ik krijg handboeien om. Je bent niet de ander verplicht, je berecht een advocaat. Heb je ook dingen bij... Hé, hey, joh. Nee. Hallo. Staan blijven. Je hebt handboeien om. Wow, hold up. Ik heb dingen waar je niet bij mag hebben. Ik ga je fouilleren. Je blijft nu gewoon staan of je wordt getaserd misschien nog wel. Ik heb begrepen, want je wilde weer rennen. Waar is je auto nou bezig? Oké, okay, staan blijven. Eén collega vraagt om een assistentie. Fucking in de handboeien, hoe kun je nou wegrennen? Blijf gewoon op je staan hoor. Weet je wat, zoek hem uit. Goed zo. Eerste boefje gevangen en inmiddels afgeleverd of overgedragen aan mijn collega. Wat wij gaan doen, ja, even een collega oppikken. Dan kunnen we tenminste samen rijden. Nou, weet je wat, we doen het gewoon hier ter plekke. Dan kunnen we ook weer mensen vervoeren. Zo. Oh. En we zitten inmiddels samen in de T6.
Er is iets met die motor, hij negeerde hier de stopstreep in ieder geval. Ik nu ook, sorry auto. Nou, die heeft geen kenteken achter sowieso. Haalt hier in, nou ja, het past in principe wel op deze weghelft, maar je mag je niet inhalen. Ik doe het wel, want ik heb vrijstelling. Snelheid zit er goed op, 100 hier zo, nou, de lijn met 50 weg. Ik kan niet zien of hij een helm nou heeft. Ik wil reden om even een stopteken te geven. Oh, hij gaat rechts hier erlangs. Ik wil links op. Aparte rijstijl in ieder geval. Dat is een petje, dat is geen helm. Dus maar even volgen. Goedendag. Hey. We gaan mijn rijbewijs van je zien. Nou. Goed, waar is je helm? Wat boet jou dat nou? Nou, ik vraag het gewoon. Oké. Okay. Voor mij in ieder geval meerdere bekeuringen. Hoppa, die krijg je erbij. No. Ja, dat is no license plate, maar die stond er geloof ik niet bij, dus die pakken we ook gewoon no license. Running a stop sign. No helmet. Zo. Haha, dat betekent je voertuig in beslag wordt genomen, want je hebt geen kentekenbewijs. Of kenteken. Ik weet niet hoe dat zit in Amerika, of dat dan zo is inderdaad. Maar bij deze dus wel. Dus mooi. Ja, dan zijn we verder lopen. Ik wens je ondanks alles toch nog een fijne dag. Ook wel is hier weg. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a 484 in Morningwood. En meteen door naar een winkeldiefstal. Hier om het hoekje. Vriendje 2 waarschijnlijk. Oh, daar. Verkeerde knop. Plaatsen. We gaan het verhaal eens aan hoor. Dag. Oké. Goeiedag. Hi. Hoe gaat het vandaag, agent, zegt hij. Nou, we hebben net een poging winkeldiefstal gehad. Gelukkig hebben we hem tijdens de daad kunnen pakken. Dit soort dingen gebeuren zoveel de laatste tijd. Nou, het in totale bedrag wat hij heeft proberen te stelen was $24. Nou agent, wat moet ik zeggen? Deze plastic security beveiliger had me nooit moeten pakken. Ik ben hier zo vaak mee weggekomen. Ik heb eigenlijk verder geen commentaar, varkens. De groetjes naar jullie allemaal. Oké, okay, goed. Ik wil graag even van jou een ID zien. Je handen even laten waar ik ze kan zien. Je bent aangehouden voor winkeldiefstal. Je bent niet te antwoorden verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Je mag je omdraaien. Hand op je rug. Ik krijg handboeien om. Voor iedereen zijn veiligheid. Ik ben nog dingen bij die je niet bij mag hebben. Ik ga je nu in ieder geval fouilleren. We hebben nog naalden bij. Ik had misschien moeten vragen of die scherpe voorwerpen werpen bij had. Gelukkig heb ik hem zo te zien. Ik ben er niet gewond geraakt. Goed, je gaat met mij mee. We gaan naar buiten lopen. Als je rare dingen doet, lig je op de grond. Hoi. Is dat right? Waarom zit hij nou achterin? Wat gaan we doen? Ik wil het u net zeggen. Ik wil niet achterin zitten. Ik kan niet droppen blijven. Met G wel toch?
Nee, hij kan niet achterin. Oh, vanaf deze kant. Waarom is het er? Ah, dat ligt natuurlijk gewoon aan mij. Dan stapt hij hierin en gaat aan de andere kant de deur open. Oké, duidelijk. Damn. Zo ben ik. Ja, maar nu gaat hij helemaal lekker. Ik ga gewoon zitten. Weet je wat? Dan hebben we in ieder geval een collega, maar dan... laten we het transportjes wel doen. Kan natuurlijk trouwens niet zomaar hier laten staan. Zo. Nou, we gaan meteen door naar een achtervolging. Van... rijdt alsjeblieft prio 1. Ja. Een verdachte natuurlijk, maar dat zou er hard aan toe gaan. Nou, lekker. Maan is uit, kan gewoon. Oh shit, daar komen ze al. Als we net op tijd zijn, kunnen we ze klaar zetten. Samen blijven! Achtervolging te voet! Staan blijven! Kom op! Wow! Hold up! Kom op! Hoppa! You little shit! Kom staan! Ja, dan moeten we maar weer de tegengang gebruiken. Ik wil gewoon nogmaals met E gewoon lekker indrukken, maar dat gaat niet, dus doen we maar zo. Staan blijven voor die steeds. Of neergeschoten. Ligt er maar aan wie als eerste schiet. Of dat we beide schieten. Later is positie deze kant op verdachte aangehouden. Knap dat ik hier heb kunnen uitstappen. Of is iets veranderd? Hey, waarom doet mijn stuur niet meer? Waarom doet mijn auto niet? Waarom zijn nou we achterin? Wat is deze? Ze dachten nou al meegenomen, nee ook niet. Laat hij me staan. We've got citizens reporting an attempted arson attack in Pacific Bluff. Response code 2. Nee, waarom stap ik nou uit? Oké. Oh. Achter. Ja. Is deze poort open? Nou ja. Ja, toch wel. Staan blijven. Kom eens hier, laat dat ding vallen. Goedendag. Hoi. Hallo meneer, waar gaat u naartoe? Ik ga naar een vriendshuis. Mag ik vragen wat je daar gaat doen? Nou, we gaan heel lang reizen en ik heb een jerrycan nodig voor als we zonder brandstof komen te zitten. Ah. Oké. Zie je het legit, hoi hoi. Ja, we moeten wel anders. Of vermoed ik anders. Moet ik hierop ingaan? Blijf even staan. Hij belt net de Ammunition Store, dus die winkel. Hij zegt van ja, ik wil een route naar jullie locatie. Ik wil graag iets gaan, ik wil iets schieten zeg maar na werk. Nou, gezien een Nederland is, blijf je even staan.
Ik wil even jouw editie zien. We gaan toch even controle doen. Appreciate it. Attention unit 6, Lincoln 12. We've got a Grand Theft Auto in the GWC engulfing. Oké, die is verlopen. Hé, wat ik ga doen, ik ga hem meenemen. Ik gezien de uitspraken die hij net deed naast mij. Ik ga je even mee naar het bureau en gaan we dat even laten onderzoeken of je plannen hebt gezien de jerrycan die je bij had en nu plannen hebt om te gaan schieten met iets. Ga ik hem mee laten nemen. Collega er mee eens? Dat is gehoord. Ja, meteen door naar een autodiefstal, poging tot autodiefstal. Zit je? Waar is je nou? Ja, vriend, ik laat je achter dadelijk hoor. Hallo, voor de die auto je had. Zijn nou met die boom te kutten? Oh, knal ik lekker op die auto. Ja, dat denk ik niet. Ter maat uitstappen. Of in ieder geval staan blijven. Heb je het door? Ja? Omdraaien, geen rare dingen doen. Ik ben aangehouden. Wat zeg ik? Handen gewoon omhoog houden, ja? Geen rare dingen doen. Ik ga achter je staan, ik ga je arresteren. Kan dat? Verdachte geboeid, eenmaal aanhouding. Op heterdaad betrapt. Nu dingen bij die bumg hebben. Ga je fouilleren. Hé, hey, mijn collega. Oké, okay, dan viel wat. Vraag hem om assistentie. Assistance required. By Wood Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Een ongeval zo te zien. Hey yo! Idioot. Ik laatst ook al een ongeval op die plek. Ik niet, maar een melding ongeval. We gaan het aanhoren of het hetzelfde is.
Zo te zien wel, ja. Oh, oh, ja. Ik ga er beter even de wegafzetting voor zorgen. Ja, lekker bezig! Of wegafzetting, hier een beetje afzetten hier nog. Ja, we gaan eens aanhoren bij mijn collega. Goedendag. Hey collega, wat is hier gebeurd? Bedankt dat je bent gekomen. Over de kop. De persoon hier zei dat iemand driftend door de bocht kwam. Hem raakte en hij vloog toen over de kop. Ouch. Heb je informatie over de mogelijke verdachte of het verdacht voertuig? Ik kan je niks vertellen. Ik moest de ambulance en de takkenwagen krijgen. Praat met het slachtoffer. Hij kan je waarschijnlijk iets meer vertellen. Oké, bedankt voor de informatie. Dat is alles wat je kan vertellen. Oké, dank je. Goeiedag. Ik ben van de politie. Alles oké? Ja, agent. Gelukkig ben ik niet gewond geraakt. Die stomme drifter. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Weet je iets van wat voor type voertuig het was? Het was een Gauntlet die driftend om de hoek kwam. Hij was toen in het midden van de weg. Toen ik in de bocht reed, toen raakte hij me en toen vloog ik over de kop. Heb je iets van een nummerplaat gezien? Ja, zeker weten. 28 BWT 809. Hey, hartstikke bedankt. Ik ga hem eens verder bezoeken. We hebben in ieder geval een naam en een adres van de verdachte die dus mogelijk is doorgereden na dit ongeval en wij gaan daar even met z'n tweetjes prio 1 of prio 2/3 naartoe. Dus ik zie jullie daar zo meteen. Weet ik ergens bij een van deze huizen zijn. Dit is hier zo. Hier staat ook een auto die ook nog eens beschadigd is. Met een meneer erbij. Dus wie weet, is het onze verdachte. In ieder geval alvast even kenteken. Is 28 BW. Ja, zeker dat is hem. Hallo Puk. Hallo. Is dit uw voertuig hier? Ja, agent. Oké, kun je me vertellen waar ik een kwartier geleden was? Ben ik aangehouden, agent? Nog niet. Ik vraag alleen waar je was. Kun je me dat vertellen? Of moet ik met een of ander verzoek van de officier van justitie terugkomen? Nou, wat is er gebeurd dan? Is er een probleem met mijn voertuig? Ja, het komt eigenlijk wel overeen met, met de beschrijving van een voertuig die is doorgereden na een ongeval. Nou, ik was de hele dag thuis. Je bron moet vast niet helemaal kloppen of zoiets. Mag ik een beetje dichter naar je voertuig of een beetje beter naar je voertuig kijken? Oké, je hebt me. Ik heb de. Oh, wacht even. Ik heb de persoon geraakt en toen ben ik doorgereden of zoiets. Maar er kwam meteen van, oké, nu moet ik je aanhouden. Dus oké, je bent aangehouden. Police! Stop what I'm doing! Draaien. Hand op je rug. Ben je de hand verplicht? Je hebt recht op een advocaat. Je gaat zo meteen naar het bureau. Ik ga eerst fouilleren. Heb je voorwerpen die je bij mag hebben? Scherpe voorwerpen, verboden voorwerpen, bla bla. Niks, oké. Okay. Oh ja, een zakmes. Oké. Okay. Nou, het paspoortje deze kant op. En dan zijn we alweer in de overuren aan het werken, want het is wel bijna donker aan het worden. Wel met een mooie zonsondergang. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden. Ik ga in ieder geval nu lekker avondeten ook. En ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, dat weet ik zelf ook nog niet. Dus het is een verrassing voor jullie en voor mij.